maandag 20 september. Ik kan wel beter gewoon even eerlijk met jullie zijn, maar ik zit echt even doorheen. Ik vond me zo ellendig en het is gewoon zo daar. Ik loop al de hele dag te huilen en ik maak me gewoon heel erg druk om alles. Ik hou gewoon zoveel van hem. Ik wil gewoon het allerbeste met hem voor hebben. Ik zal gewoon eerlijk zijn. Ik heb natuurlijk nog nooit een baby gehad en ik vind het gewoon doodeng. Omdat ik gewoon niet zo goed weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik wil natuurlijk heel graag borstvoeding geven. En met echt goede begeleiding dan gaat het soms wel en soms ook niet. Ik weet echt niet of dit wordt gewaardeerd dat ik zo huil en open ben. Maar ja, ik kan maar beter gewoon eerlijk zijn hoe ik bijvoorbeeld. Ik kan gewoon niet fake doen, maar ik weet gewoon soms echt even niet. Juist omdat ik er zo van de bouw. Ik wil het gewoon heel goed doen en ik voel me een beetje machteloos of zo. En ik hoop zo erg dat ik over een paar dagen me totaal anders voel, maar dat weet ik natuurlijk nu nog niet. En het hele ding is ook, hij is dus, het is matuur geboren, dus met een te laag gewicht. En zoals deze echt een licht, hij moet gewoon heel erg aansterken. Dus hij heeft gewoon echt om de zoveel uur gewoon voeding nodig en dat is gewoon best wel intensief. En zijn temperatuur is ook steeds te koud, terwijl we dan met de kruik aan de slag gaan en zo. En dan zit ik ook een beetje met mijn hand in mijn haar van, oh, wat moeten we nu? Want hij heeft al twee kruiken en hij is nog steeds heel koud. Maar ja, als het niet lukt met die borstvoeding, dan moeten we toch over op die kusvoeding. Want ja, dit sloopt mij ook. En ik wil dat zo graag. En ik heb heel veel melk. Maar ik wil ook weer niet alleen maar kolven en zo. En ik wil juist dat het mooie gebondenheid dat hij aan mijn borst ligt en zo. Maar ja, als het niet lukt. Ja, het is gewoon heel lastig allemaal. Je moet niet te gestrest zijn, want dat vindt hij niet leuk. Nee, daarom ik voel me echt schuldig. Nee, dat hoeft niet, maar en kinderen of baby's die kunstvoeding krijgen, die worden ook groot. Ja, jij hebt zelf ook kunstvoeding gehad. Maar het is meer dat ik het gewoon graag wilde en dat ik zo erg mijn best heb gedaan deze dagen met dat kolf en zo. En dat ook, jongens. Ik heb heel veel last van mijn borsten. En er zit hele knolbos en stuwing. Je moet gewoon geduld hebben. Maar op een gegeven moment is je geduld ook op. En dan kan je zelf ook niet meer. Dan word je ook niet blijer. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ik heb melk. En we rennen met die kolven. Maar wat ik al zei, ik wil juist het aanleggen. En snap je? Dan is dat kolven zoveel energie. Dan geef ik weer liever flesvoeding of zo. Ja, het is heel lastig allemaal. En oh, ik hoop echt dat mensen mij een beetje begrijpen. Ik kan het niet beter maken dan het is. We doen ontzettend ons best. Maar ik zit gewoon een week met mezelf in de knel. En dat vind ik gewoon heel naar. En dan weet ik dus niet of dat de hormonen zijn. Of dat ik gewoon zo in elkaar zit. Ja, ik weet het ook niet. Het is ook gewoon nog onwerkelijk of zo. Hoe die er nou bij ligt? Met Pinocchio. Hij ligt er echt heerlijk bij, ja. Hey jongens, het is vandaag dinsdag 21 september. Ik weet echt niet hoe ik deze video's ga monteren. Ik weet echt niet hoe dit allemaal gaat lopen. Maar gisteren zat ik er in ieder geval helemaal doorheen. Vandaag voel ik me weer wat beter. Ik heb namelijk besloten om te gaan stoppen met borstvoeding. Ik wilde het super graag, maar het werkt gewoon niet goed voor mij. Het aanleggen vind ik gewoon heel erg lastig. En het kolven raak ik ook een beetje klaar mee. Ik heb heel veel last van de stuwing. En ja, het werkt voor mij niet. Ik raak er onrustig door en gestrest. En dat moeten we niet hebben. Dus we gaan het nu langzaam afbouwen. Want er zit natuurlijk heel veel melk in mijn borsten. En dat moet er wel eerst uit. Dus ik ga gewoon een paar keer nog een beetje kolven. En dan hem een beetje borstvoeding geven en zo. Of tenminste gewoon in de fles. Maar ja, ik zit hier nu weer met van die ijspads. Het is maandverband wat in de vriezer is gedaan. Om een beetje die stuwing tegen te gaan. En het voelt aan de ene kant soort van heel slecht of zo dat ik ermee stop. Maar aan de andere kant, ik zat er zo doorheen. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet zelf ook vrolijk zijn. Maar hij ligt lekker hier te slapen. Om 1 uur krijgt hij weer eten. Hij krijgt om de 3 uur krijgt hij eten. Omdat hij nog moet aansterken. Het is nu 11:15. En hij is heel goed aangekomen. Had ik ook niet anders verwacht. Want gisteravond toen maakten we een foto van hem. En ik tilde hem op. En ik denk, je bent echt aangekomen. Maar hij is echt goed aangekomen. Hij woog gisteren 2480. En vandaag 2560. Dus hij zit al boven zijn geboortegewicht. Maar hij spuugt niks uit. En hij drinkt ontzettend goed. Dus ik had ook niet anders verwacht. Dus hij doet het heel goed. Nou, de kraamzorg is alweer weg. We hebben elke keer maar 3 uurtjes, natuurlijk heel weinig. Maar ja, samen lukt het wel.
Alleen zou ik het wel lastig vinden. Ik heb een respect voor alleenstaande moeders. Petje af. Ik vind het heel fijn dat wij het samen kunnen doen. Vanochtend is er ook al een hechting bij me uitgehaald. Want ik had er heel veel last van. Die mocht eruit. Dus dat is gedaan. En ja, verder ben ik wel echt heel erg moe. Hier ligt de kleine Frum. En vanochtend is die in pad geweest. Ik vind het heel lastig om dingetjes te filmen. Ook omdat ik zelf slecht in mijn vel zat. Maar ik ga nu proberen wat meer te filmen. Maar hij ligt hier lekker te slapen met zijn kaboutermutsje. Nou, we hebben hem weer even wakker gemaakt. Want het is tijd voor zijn voeding. Maar dan gaan we hem eerst eens helemaal verschonen. Zijn temperatuur meten. En kijk, hij heeft heel veel last van schilfertjes op zijn huid. Maar dat is blijkbaar heel gewoon normaal. Hallo. Hallo. Ben je nog wel geslapen? Hij heeft echt een bollige toet gekregen. Hij is ook aangekomen, hè? Ja, goed toch? En jullie hebben net even de was gedaan. Want met een baby was je rot, jongens. Dit ga ik zo even ophangen. Er zit ook wat in de droger. Maar goed, eerst even. Hij heeft gepoept, hoor ik. Jongens, we hadden weer een ongeluk. Hij heeft natuurlijk een pipi. En hij heeft nou voor de zoveelste keer geplast. Dus spuit het eruit als we hem gaan verschonen. Het is helemaal nat hier, dus ga ik straks gelijk. Ligt hij nou niet in zijn eigen plas? Want dan worden zijn kleren weer vies. Hij spoelt daar. Oh. Nou, jongens, hij is een beetje huilerig nu, want hij wil eten. Maar papa is je eten aan het maken. Ja. Tigo is dan de flesje even aan het opwarmen. Want ik heb nog moedermelk, dus dat geven we nu natuurlijk. Maar we zijn het langzaam aan het opbouwen. Vanochtend heeft hij gewoon kunstvoeding gehad. Maar dat vond hij ook gewoon prima. Oh! Ja, meestal geef ik hem even een speentje. In de tussentijd dat we even wachten. Want hij wil gewoon zuigen. Of mijn vinger, mijn pink. Hij ligt bij papa. En krijgt nu zijn fles. Dit is dus gewoon moedermelk. Meneer zit helemaal vol en hij is gelijk weer in slaap gejoegeld. Hij heeft nu echt een bol koppie ineens. En hoe lekker die erbij ligt. Snoezepoes. Even boertje laten. Nou, dat lukt trouwens nooit. Oh. Zo, kijk dan die beetjes. Echt een kaboutertje. Ons poefie is weer wakker. En hij zit te kijken naar de lamp. Volgens mij vindt hij dat heel interessant. En hij ligt heel erg met zijn benen over elkaar. Zijn broek valt bijna af. Zijn broekje zit hier helemaal niet goed. Hé, schatje. Hé, schatje. Knapperd. Kijk. We hebben trouwens gisteren zo'n dingetje binnengekregen. Hoe noemen we dat? Een babyfoon, toch? Babycamera, vroeg. Zo gewoon. We gaan hem gewoon laten zien. Maar dan kun je hem op zo'n afstandsbediening kun je hem zien. Dat is echt heel grappig. En hij is heel lekker druk met zijn benen bezig. Kijk dan wat hij doet. En die sokken die vallen elke seconde af. Ik vind het niet fijn hoor. Jongens, hij is zo druk al. Hij probeert zich helemaal op te trekken al. Hij zit mij helemaal kusjes te geven. Zie je dat? Zie je dat? Nou, onze boef gaat weer slapen. En jongens, kijk trouwens. Hij heeft altijd zijn muts op. Maar moet je kijken hoeveel haartjes hij heeft. Want wie dat nou heeft, al die haren. Ja. Ja, we hebben ook veel haar, maar ik ben niet geboren met haar. Ja, ik ben ook wel geboren met haar, maar niet zoveel. Het is dinsdagavond en ik ga nu even naar beneden. Ik kom amper beneden, ik kom amper mijn bed uit. Ik voel me vandaag eindelijk weer beter. Gisteren heb ik even mijn hart bij jullie gelucht en bij heel veel mensen. En vandaag voelde ik me echt alsof een last van mijn schouders was afgevallen. Ik ben nu de borstvoeding aan het, hoe noem je dat, ik weet niet hoe je dat noemt, afbouwen. Dus ik moet nog een beetje kolven en zo. En steeds minder. Dat op een gegeven moment gewoon de productie minder wordt. En mijn harde borsten zijn eindelijk ook wat minder aan het worden. Die heeft ze ook gemasseerd. Nou, dat was echt bizar. Het leek net zeg maar zo'n puist die je uitkneep. Het is echt zo raar. Maar er zaten allemaal knobbels. Dat zijn zeg maar verstopte melkliertjes. Maar wij gaan lekker een vispotje eten. Want dat heeft Tigo's moeder bereid. Echt super lief dat iedereen voor ons kookt. Vandaag hebben we ook geleerd hoe we zeg maar naar buiten kunnen. Dus ik denk dat we morgen even gaan wandelen. We hebben een hoeslaakje ingelegd en een dekentje en een laakje. En het is zeg maar zo, als wij dus een jas aandoen, moet hij nog een extra laag. Dus dan doet hij en een jas en dus dit. Of zo hebben we geleerd. Maar ja, spannend om naar buiten te gaan. Ook voor mij, ik ben al heel lang natuurlijk niet meer buiten geweest. Het ziet er wel echt cute uit dit. Julia is lekker de fles aan het geven. Ja, ik wilde even pauzeren, maar nou heeft hij zijn vingers te pakken. Kom eens, handje uit je... Nou, hij vindt zijn vingers erg lekker. Doe jij zo'n vingers uit zo'n hey, kleine man. Jij gaat iets lekkers krijgen. Kijk maar. 1 en 2. Ja. Dit is dus nog mijn moedermelk. Maar we zijn dus aan het afbouwen. Maar vanochtend had hij gewoon kunstvoeding. En dat vond hij ook gewoon prima. Hij is niet zo moeilijk, hè?
En jongens, kijk hoe mooi zijn haar nog is. Ik ben zo benieuwd welke kleur dit wordt. Want het is echt donker. Maar ik zie echt een beetje een soort bruine doorheen ook. Heel warm haar. Ja. Maar dat verandert nog hoor. Hoe je nou kijkt, lijkt hij echt op jou hè? Ja, maar net als de oogkleur, dat verandert ook nog en zo. Maar het is, ik vind het nog steeds zo bizar. Hoe komt hij aan zoveel haar? Ja, ik had gedacht dat hij geen haar had, omdat ik dat ook niet had. Jongens, hij liet zojuist zijn eerste boer. En wat we niet hebben kunnen filmen. Ik vind het zo, het is zo kaboutertje op deze manier. Het is zo schattig. Als hij dat, hij ligt er zo chill bij. Hallo knappert. Knappert. Die schattige wangetjes. Mooie haartjes. Elke keer lijkt hij weer anders. Het is zo grappig. Oké, jongens. De baby Loilef slaapt. En ik ga ook eventjes slapen, want ik ben helemaal kapot. Ik ben echt geen persoon die zomaar gaat slapen, maar ik kan niet. Dus ik ga er even naast liggen, want ik trek het niet. En sinds ik thuis ben, hebben we echt denk ik al wel 6 wasjes gedraaid. Want in 1 nacht hebben we gehad dat we wel 3 keer nieuwe kleding hebben aangegeven, omdat hij alles had ondergespuugd. En dit is dus echt ons favoriete pakje. Die had Tigo dus even gehaald toen we in het ziekenhuis waren. Maar die wordt nu al te klein. Het is maat 44. Maar deze valt ook echt mini. Want we hebben nog meer 44. Hij draagt nu sowieso 44. Maar kijk. Dit is, valt zoveel ruimer dan dus dat rode pakje. Maar die rode vinden we zo leuk. Maar die hadden we vannacht aangedaan. En toen binnen 10 minuten had hij ineens geplast. En zat het op zijn romper. Of op zijn kleding. Dus moest hij het weer uit. Dus dat is jammer. Ik ga dit even snel in de kast leggen allemaal. Hier hangt ook nog iets voor hem. En hier ook. Ik ben een beetje buiten adem trouwens. En dan ga ik dus even slapen. Er is een lekker rommetje hier op die kast. Aankleedkussen hebben we ook al heel vaak gewassen. Want ja, dan plast hij ineens, want het is een jongetje. We leggen altijd een hydrofiele doek op. En je ziet al mijn huidschilvers. Want hij vervuilt dus heel erg, wat ik al zei. Zijn kleding is eigenlijk nog niet eens helemaal droog. Ik was te enthousiast met het opvouwen. Sommige dingen zijn een beetje vochtig. Kijk. Hoe lief, because we love you. Dat was zo schattig. Nou jongens, deze man heeft zich net ondergeplast tijdens het verschonen. Hij had niet geplast en goed. En toen trok ze lui uit en pssst, helemaal nat. Maar nu heeft hij het favoriete pakje weer aan die we gisteren aan hadden gedaan. En die maar 5 minuten aan had, toen had hij zich ook ondergeplast. Oké, we gaan snel laten zien, want hij heeft trek. Maar dit vinden we zo'n leuk pakje. Kijk hoe mooi. Dit is dus de pijpassende mus die hij altijd op heeft. Dat is de enige die echt past. Maar het wordt al een beetje klaar. Ja. Goedemorgen, het is vandaag. Is het donderdag? Ik weet echt niet meer. Het is dus woensdag. Ik heb totaal geen gevoel meer van de dagen. Maar in ieder geval... Loilef is lekker aan het slapen. Het was natuurlijk weer een vermoeide nacht. Het gaat nog wel even zo door. Het is gewoon chronische vermoeidheid wat je opbouwt met een baby. Logisch. Maar we zijn heel trots, want hij is weer goed aangekomen. Hij weegt... Hoeveel weegt hij nou? 26,20 toch? Over 3 minuten is hij 1 week. Hij weegt nou 26,20. Ja, dus hij doet super goed. We zien ook dat hij echt wat meer spekjes aan het krijgen is... Ik kom echt niet uit mijn woorden. Ik ben moe, dus ik weet niet wat ik allemaal aan het lullen ben. Maar ik word ook dagelijks gecontroleerd over mijn baarmoederstand en mijn hartslag en zo. Maar mijn baarmoeder is gewoon al bij het schaambordje. Echt bizar. En ook gewoon hoe snel mijn buik is gekrompen. Ik zal het binnenkort wel even laten zien, maar het is echt raar. Want ineens is mijn buik gewoon weg. Het is nu echt een flubberige, dunnige buik. Maar dat bollige is er gewoon nu al vanaf. Het is echt bizar. Het is super lekker weer. En ik denk dat we vandaag voor het eerst gaan wandelen met hem. Want dat wilde ik eigenlijk gisteren al doen. Maar ik was echt heel erg moe. Dus dat wilde ik gewoon niet eigenlijk. Want ik wilde er wel van genieten. Dus ik denk dat we het vandaag even gaan doen. Maar dan heel eventjes natuurlijk. Want echt een lange wandeling gaat er voor mij ook gewoon niet in zitten. Maar kijk, hij ligt hier super lief te slapen. Een schatje. En ik ben dus met dat kolf echt aan het afbouwen en zo. En mijn borsten zijn eindelijk ook niet meer zo hard. Ik heb wel nog van die harde verstopte klieren. Dus tegen moet dan even af en toe even masseren. En dan komt er allemaal melk uit. Dat is echt heel gek. Er staat weer lekker een wasje te draaien. Ik ben tegenwoordig elke dag aan het wassen. Want dat is wel nodig met een baby. Hij plast heel vaak zich onder en zo.
En ons bed zit er ook weer in, want ik lek zoveel melk en dat is gewoon niet lekker als je daarin ligt. Dus ja. Nou, we zitten beneden. Ik heb net even wat gegeten. Maar we hebben echt super veel leuke post binnengekregen. En Tiffany kan niet wachten om het open te maken. Maar ik wilde het graag aan jullie laten zien. En onze geboortekaarten komen ook deze dagen als het goed is binnen. Dus kunnen we die ook gaan versturen. Maar het was allemaal zo ontzettend hectisch en zo. Waarom laat je ze openmaken? Die enveloppen wij die bewaren. Ga je dit bewaren? Ja, net zoals zo'n mooie kaart, man. Oh, wat mooi. Loey Lef. Hello, little one. Oh, wat leuk het match met die vlogjes. Dit is toch lief dat mensen dit allemaal doen, joh. Ja, dat is echt lief. Lieve Julia en Tigo. Gefeliciteerd met jullie allerliefste wonnetje. We zijn zo blij voor jullie dat alles goed is gegaan. We wensen jullie alle liefde toe. Lekker genieten nu met z'n drietjes. Levi kan niet wachten om met zijn nieuwe vriendje te spelen. Liefst jou, Kimberly en Levi. Oh my god, dit is echt lief. Dat is echt een mooie kaart. Oh, Kimberly, dit is echt super lief. Dankjewel. Ik ga haar straks gelijk even een berichtje. En inderdaad, ik zei nog van ja, dan kunnen ze later samen spelen. En nu kan die nog niet spelen, maar ik denk dat Levi dat ook wel heel leuk vindt. Nou, de volgende. Little Treasure. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon, Loey Lef. Ik vind het een mooie naam. Mooie hup. Mooi. Veel geluk samen, knuffel. Wie is dit? Dat is heel aardig. Wie is dit? Dat is een collega. Oh, ik denk wie even is die dit? Die naam moet je er even niet in doen, hè? Nee. Maar dit is een collega van mij, dat is wel heel attent. Dan moet jij die schrijven. Dat had ik echt niet verwacht, dat zij een kaartje sturen. Oh, deze is ook heel leuk. Kijk nou. Van harte gefeliciteerd met jullie, mooi zo. Geniet van. Lieve groet, oma Paula. Ah, oh, van mijn oma. Heel leuk ook. We hebben echt veel kaartjes gehad. Geboren om geliefd te hebben. Born to be loved. Oh leuk. Gefeliciteerd met jullie liefprachtige zoon Lef. Heel veel geluk, liefde en gezondheid voor jullie en jullie kleine man. Liz, Robert en Gea. Dat zijn, is de tante van Tigo. Dat lief. Cute little boy. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Lef. Of staat hier nou Levi? Oh nee, Lef. Heel veel geluk samen. Oh, dit is van de dokter. Hoe weet hun dat nou weer? Ze hebben nog nooit geweest. Tada. Lieverds, van harte gefeliciteerd met jullie prachtige zoon. Veel geluk met z'n drietjes en een hele fijne kraamtijd gewenst. Kom snel kijken. Liefst Yvette. Dat is mijn tante. Ja. Leuk. Ik ben echt benieuwd naar die grote boksen. Lief, ik zie allemaal ballonnen. Dan vliegt er ineens van ballonnen. It's a baby boy. Liefje, Tigo en Julia, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kleine jongen. Genieten van met z'n drietjes. Hopelijk kunnen Lieke en Lef elkaar snel ontmoeten. Liefst Joost, René en Lieke. Oh, wat leuk. Dat is heel attent. Ja, echt super lief. Inderdaad, het is echt grappig. Ik ben echt benieuwd hoe andere kinderen reageren op hem. Wat is dit? Wat is dit, Tig? Ik weet niet, ik kan het niet doen. Is het... Oh, volgens mij is dit om speen te doen. Kijk. Ja, dat is het, ja. Loey Lef. Mooi kaart. Ik wil dit ook echt allemaal bewaren, hoor. Ja, dat zetten we op zijn... Lieve Tigo en Julia, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie mooie zoon Lola. Ik wens jullie heel veel geluk en liefde met jullie kleine. Veel liefst, Pris en Chris. Dat is mijn tante. Echt leuk. Nou, het volgende. Nou, als eerste een superleuk knuffeltje. Die rammelt. Hoera! Een kei lief jongetje geboren. Hallo, lieve Lola. Van harte gefeliciteerd met je leuke ouders. Hè? Van harte gefeliciteerd met je leuke ouders. Welkom op de wereld. Veel liefst van ons allemaal. Sander, Jeroen, Roland, Jos, René. Het is van jouw werk. Ja, het is van mijn werk. Kan ik die namen niet erin zetten? Of tegen nemen. Oh ja, papa en mama, heel veel geluk met jullie mooie zoon. Oh, wat leuk ook weer. Helemaal leuk. Oh, leuk. Babyboy. Kijk, die hadden we ook van mijn moeder gehad. Met deze. Van wie hebben we die? Wat staat erop? Wat stond Lieve er? Lieve Julia en Tigo. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie prachtige zoon Lef. Geniet van de tijd met z'n drieën. Jullie gaan het geweldig doen als ouders. Liefste Ramon en Melissa. Oh, wat lief. Ah, dankjewel. Echt zo leuk. Nou, dat waren de kaartjes en zo. Maar ik heb een tijdje geleden in een van de vlogs. Degene die goed mijn vlogs volgen weet waar ik het over heb. Heb ik een 3D-scan laten maken van mijn lichaam tijdens de zwangerschap. Bij de 3D-bar. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Ik had een hele prettige ervaring. En dat wordt dan helemaal mooi handgemaakt en zo. En het beeldje is van de week dus binnengekomen. Uiteraard moet ik dit met jullie delen. Ik ben zelf zo benieuwd. Gewoon het feit dat de baby nu gewoon uit de buik is. En dat ik hier gewoon mijn lichaam heb op een prachtig beeldje. Oh, het weegt ook wat, hè? Kijk, zo is het ingepakt. Er staat op, lieve Julia, wat was je prachtig zwanger en wat ben je een sterke vrouw. Ik weet zeker dat je een geweldige moeder gaat zijn. Het kunstwerk is heel mooi geworden, heel veel geluk samen. Liefst Barbara, oh my god, ik ben zo benieuwd. Dit is echt, dit is nou echt iets wat ik zo mooi vind. Echt jongens, als ik je, ja ik heb het nog niet eens gezien, maar ik weet niet hoe ik het mooi ga vinden. Ja, dit is echt iets heel moois om... Dit is nou echt kunst. Gewoon kunst van je eigen lichaam.
Ik ben zo lief op alles. 50 jaar kijk je hier nog naar, weet je. Ja, maar gewoon. Besef dan dit. Ja, maar dit ben ik, hè. Dat heeft, het is niet dat je even een bultje in de winkel koopt van een zwangere vrouw. Nee. Dit is gewoon, je ziet echt dat het je lichaam is. Wauw. Die is echt mooi. Maar ik zie je wel achter. Dit ben ik, jongens. Wow. Dit is mijn lichaam tijdens de zwangerschap. Je ziet het echt. En als je het zo ziet, en dan zie je ook zo de achterkant en zo. Mijn billen en zo. Ik ga het eens even goed filmen. Het is prachtig, joh. Kijk, jongens. Hoe mooi is dit. Zo gek dat ik dit ben. Gaan we even draaien. Kijk, je ziet echt inderdaad. Hij lag heel laag, hè. Die grote buik. Echt mooi. Wauw. Kijk dan. Het is heel gek dat ik dit ben. Maar dit ben ik echt. Herken je ook mijn rug en zo? Ja. Wauw. Wauw. Ik vind het echt, ik ben er heel blij mee. Dit mooi is, materiaal ook. Het staat hier ook zo mooi. Het is 1 uur en het is tijd voor het lab. Zijn schone luier en een flesje. Hij ligt hier zo lekker. En hij ligt hier echt een matchen met het hydrofiele luiertje. Dus ik had even een foto van hem gemaakt. Kijk hoe leuk dit boxpakje is. Het staat hem zo leuk. De kleren worden langzamerhand steeds passender, want eerst verzoopt hij overal in. Jongens, eindelijk zijn onze geboortekaartjes binnen. En we hebben ook zo'n super mooi bord die we zeg maar aan het raam of zo kunnen hangen. Dus wij hebben ze nog niet gezien. We hebben ze van hippegeboortekaartjes.nl. En ik ben mega benieuwd. Wauw, lef. 15 september 2021. Zo mooi. Hé. Hey. Heel mooi. Mooi. Hij is echt super mooi. Moet je maar even een afstand hier komen kijken. Wauw. Dat is gaaf. Nou, we willen al de hele tijd de kaartjes gaan bekijken, maar hij loopt niet maar te huilen en zo. Nou heb ik hem hier maar gepakt, nou is hij stil. Inmiddels krijgt hij al bijna zijn volgende eten en dan begint hij half te slapen. Maar jongens, hier hebben we de kaartjes. Kijk hoe mooi. Zie je hem goed? Lef. Al word je een klein boefje of ben je altijd lief? Je bent vanaf het eerste moment onze kleine harten lief. Onze zoon is geboren, Louis Lef. Geboren op 15 september 2021. 25, 52 gram. Om 11 uur 41, 47 centimeter. Julia Tigo. Nou, hij heeft net eten gehad en hij heeft net dus niet geslapen. Hij was super onrustig en nu is hij gelijk in slaap gevallen. En Tigo wil heel graag wandelen. Dus we gaan nu even naar buiten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben super blij, want mijn video is goedgekeurd van de bevalling. Want in verband met privacy moest ik het eerst naar het ziekenhuis sturen voordat ik het online mocht zetten. Ik had iedereen onherkenbaar gemaakt, maar ja, ik moest alsnog gewoon eventjes toesturen. En het duurde echt heel lang voordat ik een reactie kreeg. Dus het was een beetje, ja, zenuwachtig en ongeduldig en zo. Want ik wilde de video gewoon heel graag online zetten. Dus ik kan hem eindelijk vanmiddag online zetten. Ik ben echt mega benieuwd naar jullie reacties. Maar vanochtend heeft Louis Lef natuurlijk een flesje gekregen. En toen heb ik hem weer verschoond en zo. Hij heeft ook vitamines gekregen, want vanaf nu moet hij ook gewoon vitamines. De K moet zeg maar totdat hij 500 milliliter is, dat volgens mij een kunstvoeding krijgt. Hij zit daar nog net iets onder, dus ik denk dat volgende week dan hoeven we niet meer de K te geven. En de D gaat volgens mij totdat hij 4 jaar is of zo. Dus dat heb ik hem vanochtend even gegeven. En daarna heb ik hem in zijn bedje gelegd. En het duurde even voordat hij in slaap viel. Toen heb ik rustige muziek opgezet en spintje gedaan. Nu ligt hij heel lekker te slapen. Ah, zo schattig. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar ik kom gewoon niet echt toe aan mezelf. Maar ik wil het vanavond of morgen echt even gaan wassen. Alleen, als de baby aandacht nodig heeft en gaat huilen, dan ga ik niet in de douche staan. Dus vandaar. En ik ben altijd nog wel even bezig met mijn haar. Maar ik ga even weer een was aanzetten. Ja, kijk wat hier allemaal weer ligt. Het is allemaal nat met plas. Dus ik ga even een wasje aanzetten. En dan ga ik even verder eten mijn yoghurt. Want daar was ik al mee bezig. En dan ga ik mijn video inplannen. Nou, Low Lef wordt weer gewogen. Ik ben heel benieuwd. Even kijken hoor. 26,80 toch? Ja. Of 26. En wat was er gisteren? 27. Oh, oh. Hij zit te trappen en dan wordt het weer meer. 26,70. Dus 50 gram erbij. Hij ligt lekker in pad.
die gozer dan aan het doen voor het eerst? Hoe vind je dat nou? Vind je het een beetje spannend, hè? Zeker. Dat dacht ik al. Omdat je bang bent dat je hem laat vallen, zeker. Ja. Ja, maar dat komt wel goed. Hij vindt het wel lekker. Nou jongens, ik zit op bed. Ik weet niet of ik dit überhaupt al aan jullie heb verteld. Maar ik ben natuurlijk het borstvoeding verhaal aan het afbouwen. Omdat het voor mij gewoon niet werkte. En ik had heel veel last van borsten. Maar nu is het gewoon echt een paar keer per dag. Mijn borsten zeg maar aan het leegdrukken. En dat doet echt ontzettend veel pijn. En het spuit echt alle kanten op. Maar ja, je kan gewoon niet zomaar in één klap zeg maar stoppen met borstvoeding. Je moet dat echt gaan afbouwen. Dus als we dat hebben gedaan, ga ik ook weer aan het kolfapparaat. En je merkt ook wel aan de borstvoeding dat we echt in die afbouw. Fase zit, omdat het nu echt meer een soort waterig is. Wat vind jij ervan? Het is net of je een puist hebt knijpt. Ja, ik vind het satisfying. Ik vind het ook wel satisfying, maar het doet wel heel veel pijn. Oh, dan komt er geen straf. Oh, jawel. Ja, je zag het! Het spuit gewoon echt een man. Nou, dat bedoel ik dus, jongens. Ik kan moeilijk mijn borst laten zien, maar het spuit echt alle kanten op. Oh, dit is zo raar. Ik zou iets... Wow! Het is avond en wij hebben lekker sushi besteld. Nou, ik kan echt niet wachten, want ja, ik heb natuurlijk 9 maanden lang geen rauwe zalm en zo kunnen eten. Ook geen carpaccio. En wat heeft Tigo vandaag gehaald in de supermarkt? Carpaccio. Kunnen we het morgen eten op een Italiaanse bol, want dat had hij ook gehaald. Super lekker. Maar ik had nog geen sushi besteld sinds ik was bevallen. En vandaag had ik daar heel veel zin in. Dus dat hebben we even gedaan. Dit is jouw... patat, denk ik. Ja. Hugo heeft sushi en patat. Wat een combinatie. Als eerste heb ik lekker een handrol. En dan hebben Hugo en ik allebei zo'n lekkere box. Nou, ik kan het eigenlijk weer eten, maar het is lekker met rauwe zalm en komkommer. En hier ook nog allemaal sushi's. Gewoon echt even zin in. Echt lang geleden, man. Echt een Hollander. Oké, mijn eerste rauwe zalm sushi sinds 9 maanden. Hoe gaan we dit ervaren? Die zit echt. En? Lekker. Tuurlijk. Nee, vies nou. We gaan even wennen zeker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag eindelijk weer mijn haar gewassen. De laatste keer dat ik dat had gedaan was in het ziekenhuis. Maar goed, met een baby kom je gewoon niet heel erg toe aan jezelf. En hij staat bij mij op nummer 1. Dus hij gaat voor. Nou, ik heb vanochtend zijn vitamintjes weer gegeven. Zijn flesje gegeven, zijn luif schoond, al die dingetjes. Toen heb ik in bed gelegd, maar hij wil niet slapen. Dus volgens mij ligt hij nu met Tigo te kroelen. Of niet. Ik word wel een beetje gebrabbeld, dus ik heb geen idee. Ik heb even voor mezelf een papje gemaakt. Ik had net ook nog een handrol op, want die kon ik gisteren niet meer op. Dus daar heb ik ook al zo'n bijt op. En voor Tigo heb ik even een koffie gemaakt. En ik loop hier nu heel moeilijk naar boven. En vandaag is de laatste dag met de kraamzorg. Er komen steeds maar een paar uurtjes, omdat het heel erg druk is. Maar gelukkig weten we nu wel een beetje hoe het werkt. Waarom? Tigo doet nou expres zijn ogen dicht. Doe die zo gek. Wat vind je van alle leuke reacties op de bevallingsvideo? Niet alles gelezen natuurlijk, maar de reacties die ik las, die waren positief en leuk. Kijk, hier ligt meneertje met zijn tutje. Oh. Een onderzetter. Zo. Jongens, zijn haar is trouwens echt licht aan het worden. Kijk dan, toen hij dat Wat? Hij zit ook helemaal te poseren. Echt een grapjas. Wow, hij zegt zo. Hij lijkt helemaal niet meer op de eerste dag. Je verandert echt elke dag. Maar dat haar wordt echt licht. Logisch. Wij hebben ook geen donker haar. Je ziet het echt verkleuren. Het is avond en vandaag ben ik druk bezig geweest met schoonmaken en zo. Een paar dagen geleden al. De kraamverzorgende had echt zoiets van, Julia, wat doe jij allemaal? Doe rustig aan. Maar jullie kennen mij, ik ben echt zo'n schoonmaakfreak. En nu zelfs ook weer. Heel veel dachten dat het alleen was tijdens zwangerschap, maar zo ben ik altijd. En ik voel me best wel weer heel goed. Dus dan ga ik gewoon weer lekker dweilen en stofzuigen en zo. Dan voel ik me ook gewoon lekker schoon. Ik weet niet wat het is, maar een schoon opgeruimd huis, dan voel ik mezelf ook weer beter. Maar deze man, heeft lekker zitten dutten. En nu is het tijd voor zijn volgende fles en voor zijn luier. Dus wij gaan even naar de verschoonkamer. Of nou ja, zijn kamer. Maar hij heeft echt heel lekker geslapen vandaag. Dus dat is fijn. Tigo's moeder kwam ook nog eventjes. En zijn zusje en zijn stiefvader. En toen lag hij ook gewoon te slapen. Hij moet natuurlijk om de 3 uur eten. Omdat hij nog zo klein is, heeft hij dat gewoon echt nodig. Hij weegt nu 2600 nog wat gram. Vanochtend hebben we hem weer gewogen.
En ja, het is echt een droppie. En jongens, dit is echt ons favoriete pakje. En daar groeit hij al bijna uit. Kijk, dit pakje, toen hij gewoon kocht, zat hij al net aan. En je ziet het, hij zit wel strak. Dus het gaat niet lang meer duren voordat hij deze niet meer past. Maar die vinden we zo leuk. En hij heeft daar die kaboutermuts bij. Ik noem het de kaboutermuts. Maar deze muts zit echt veel beter om zijn hoofd heen. Dus die zakt tenminste niet op zijn oogjes. Hij heeft een haar van mij in zijn hand. Maar ik ga dit kleintje even verschonen. En dan gaat papa zo jouw flesje maken. En dan mag je daarna weer lekker verder slapen. Hij ligt nu nog half te slapen. Maar kijk hoe kort dat broekje al is. Oh. En veel vragen zich misschien af waarom die een muts draagt. Maar hij is nog heel licht en klein en zo. En ja, weet je, zijn lichaamstemperatuur kan hij nog niet zo goed zelf regelen. En als hij heel erg koud is, dan verbruikt hij heel veel energie waardoor hij dan afvalt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want hij moet juist aansterken. Vandaar draagt hij een muts, want de meeste warmte gaat weg vanuit het hoofd volgens mij. Ik weet niet of ik er goed... Kijk dan die bolle toet. Hij heeft echt een bol toetje aan. Is hij aan het krijgen. Maar daarom draagt hij nog een muts. Pas vanaf het moment dat hij boven de 37 zit steeds, dan mag de muts af. Maar hij zit heel vaak nog onder de 37 of 36, 7 of iets. Maar ik ga nu even... verschonen, want hij wordt ongeduldig en ik krijg... Nou, Kimberly is gezellig op bezoek. Hoi. En nou, het is tijd voor je flesje en zo. Maar ik vond de vorige keer Levi zo ontzettend klein. En nu vind ik hem ineens zo groot als ik dan mijn kind ernaast leg. Moet je eens kijken. Dit is echt heel bizar. Kijk, dat verschil. In 7. Hij rolt op een kant op hem. Ja, hij is echt moe. Hij denkt ook, wat gebeurt hier allemaal. Oh. Hoe vind je dat, Tigo? Echt bizar. Ja, echt een groot verschil. Kijk nou, wat is dat? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Gisteren was Kimberly hier gezellig. En ik vond het nog steeds zo hilarisch, dat verschil met hun twee. Ja, dat is zo grappig, hè, Tigo. Maar besef dat hij dan over 7 maanden ook ongeveer die lengte is. Dat is apart. Tigo is hem even een flesje aan het geven. En wij gaan zo voor het eerst eventjes weg. We willen even gaan lunchen. En dan kan hij gewoon in de kinderwagen eventjes liggen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Eerst een keer struggles met de kinderwagen. Ik weet mijn god niet hoe dat werkt. Tigo die zoekt het uit. En hier ligt ons hummeltje. Hij ligt te slapen. Nou, hij slaapt gewoon lekker verder, meneertje. Hij wil zijn gezicht niet laten zien, zoals jullie zien. Ik heb na een hele lange tijd weer carpaccio. Eindelijk mocht het weer. En Tigo natuurlijk ook. En die heeft er ook nog een ei op. We zijn weer terug. We waren dus even gezellig naar de stad. Even geluncht, even winkeltjes gekeken. Want het was hier koopzondag. En Lef die heeft gewoon de hele tijd geslapen. Geen één keer gehuild. Maar hij is zo makkelijk. Dus ik had het niet anders verwacht. Echt top. Ik hoop dat dat zo blijft. Geen idee. We zien het wel. Maar ik heb nog wat leuke dingetjes gekocht. Dus ik dacht, ik ga dat even jullie laten zien. Als eerste heb ik bij de Hema 2 superleuke broekjes voor hem gekocht. In maatje 50. Hij draagt nu nog steeds 44. En heel veel 44 is zelfs nog te groot. Het is gewoon echt een ukkepukkie nog. Maar goed, op een gegeven moment groeit hij naar 50. Want 56 is hartstikke groot nog voor hem. Dat, het is niet dat hij van 44 naar 56 gaat, lijkt mij. Dus ik heb dit hele leuke stretch broekje. Met streepjes. En dit hele leuke broekje. Dan heb ik ook eigenlijk een leuk... zwart truitje of zo erbij. Maar die kon ik nou niet vinden. Dan heb ik even zonnebrand gekocht. Voor baby's. Want dat hadden we niet. En ik zei tegen Tigo, we gaan weg. Maar hij gaat ingesmeerd worden. Want ik wil niet dat hij verbrandt. Dus ik heb dat gekocht en gelijk op zijn gezicht gesmeerd. Dan heb ik een nieuw aankleedkussenhoes. Want ja, hij plast gewoon heel vaak 's nachts alles onder. We hadden er maar 2. Een extra... kan niet missen. Toen zag ik dit. Goedemorgen vochtige washandjes van Zwitser. Nou, dat leek me ook wel chill. Dan hoeft hij niet elke keer een bad. Ik ga hem sowieso niet elke dag een bad doen. Dat is niet goed voor zijn huid. Maar dit is wel lekker om even zijn gezichtje op te frissen op zijn lichaam. Dan heb ik dit superleuke jasje. Die is gewoon van de Zeeman. Dit is ook maat 50. Maar dit valt volgens mij wel echt groot. Zeeman valt sowieso groot. Want we hebben daar ook boxpakjes 44 van. Nou, die zijn echt. Die vallen ruim. Maar dit vond ik een heel leuk jasje. Want we gaan natuurlijk de herfst in. Dus ja, op een gegeven moment kan hij dit wel aan. Dan heb ik een haarlotion. Ik vind ook wel lekker om 's ochtends of zo in zijn haartjes te doen. Want hij heeft niet echt haar. En dit ruikt gewoon wel lekker fris. En dan heb ik ook van het kruidval 2 van die sokken van Bambino. Want die schijnen dus niet af te zakken. Want hij heeft heel veel sokken, maar alles valt bij hem af. Maar ja, ik ben benieuwd of dit goed blijft zitten. Dus die hadden we ook gekocht. Maar het is zondag. En verder gaan we niks boeiends meer doen vandaag. Dus
Ik dacht, ik ga gelijk eventjes de weekvlog afsluiten. Ik heb genoeg gefilmd deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Doe dan lekker een duimpje omhoog. Laat me eventjes weten wat je wilt dat ik voortaan toevoeg in de vlogs om het leuker te maken. Of misschien voel je dit al heel erg leuk. Ik weet natuurlijk niet of jullie heel veel baby dingen willen zien. Of juist meer ander soort dingen. Ik heb echt geen idee. Maar misschien spam ik jullie vol met hem. Maar misschien vinden jullie dat ook wel super leuk. Dus ik heb geen idee. Ik weet ook echt niet wat de reacties gaan zijn op deze video. Ik weet gewoon niet. Het zijn nu ineens een heel ander soort vlogs. Want het draait natuurlijk voornamelijk om de baby. Abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!